Zijn we allemaal en we hebben aan de lijn Claudia Reljic. En die is geboren in Bosnië, maar die is half Italiaans. En we gaan het hebben over de Ustasja. En even voor de mensen thuis, Claudia, je moet gewoon naar me luisteren, maar even, ik ga eventjes Ustasja. Ja. Ustasja. Oosten. Oostersje. Oostersje. Ja, zo is goed. Ongeveer. Ik leer het wel. En zou jij dan kunnen vertellen wat hier nou precies gebeurd is? Want er zijn wel mensen dood gegaan, volgens mij. Wat? Mensen doorgegaan? Volgens mij zijn er mensen dood gegaan daar. Door Oostersje? Nou, wat zijn miljoenen mensen dood gegaan? Waarmee meeste... Roma's, Serben en Joden. Dit was ooit een Serbische gedeelte. Later qua compromis is toegegeven dat het andere taal is. Maar het is geen andere taal, het is gewoon Serbische taal. Ze zijn nu even ook heel hard bezig, en nu is de laatste 10 jaar bedoel ik, om proberen van Serbisch even Turkos te maken, om tot nieuwe woorden te verzinnen. Zijn mensen die zijn door de Vaticaan. En je weet dat Italië in de buurt is. Ja. Dat ze zijn orthodoxe religie afgestaan en katholicisme aangenomen. Ja. Maar als je gaat even naar Venetië, die was ooit een republiek, toch? Ja, misschien, ja, dat weet ik niet, maar... In Italiaans natuurlijk, maar de oorspronkelijke taal is Servisch, als je spreekt Servisch. Venetiaanse Venetianen, ja, begrijpen jou goed. Dus is gewoon de Vaticaan waarachter staat. Die neemt af de oudste religie die bestond. Voor die tijd bestond geen religie. Waren meerdere goden en etcetera. Die niet meegaat, ja, dat zijn Joden, dat zijn Roma's, en dat zijn orthodoxen te vermoorden. Ja. En zo ontstaat Ustasja. Ustasja ging met Hitler mee. Ja. Dan heb je Oostenrijk, Slovenië, noord van Italië en Kroatië. Maar Hitler heeft zelf gezegd dat nooit de SS Duitse divisie heeft gedaan, ja, zo erg als Ustasja. Ze vermoorden, ze verkrachten en tot heden bestaan ze, ja, en de Europese Unie, ja, steunt hen. Zo simpel is dat en is niet anders. Ik zit nou te kijken bij de Wikipedia en bij de Ustasja. Daar staat de fascus. Dat is een, de fascus. Dat is een van het fascisme. Dat is een bundel van stokken met een mes erin. Een soort bijl is het die je maakt van een bundel van stokken. Fascismus. Ze zijn de grootste fascisten die bestaan. Hitler is kleine baby voor hun. Wacht even, er gaat een rat vandoor met mijn... Ik ben terug. En de Vaticaan, dat zijn die klojo's. Ja, klopt. En wat ik nou geleerd heb, dat Vaticaan, die zijn die kruistochten begonnen. Ze zijn de kinderen van Sotona. Ja, het zijn... Sotona, hè? Dus de hebel, hè?
Het zijn de oude farao's. Ja, klopt. En die komen uit Egypte, het zijn ontzettend klojo's. En die zijn in 1291, 1291 was de laatste kruistocht. En toen zijn ze naar Zwitserland vertrokken. Ze zijn nog steeds bezig met alles wat... tegen de menselijkheid is, verroestpijlen en de geheime gesprekken in de bossen, dat zit Amerika, Israël en AIDS, dat is gewoon een super mooie organisatie die leidt het wereld. Ja. Door die organisatie zijn we schuldig geld. Aan wie zijn we schuldig? Wacht even, ik heb een probleem. Aan welke mens en wat is geld? Daardoor bestaat homoseksualiteit en alles wat niet toegestaan is. Of niet normaal. Dat is het absolute. Bob Marley noemde dat Babylon. En in de Bijbel staat het ook: Babylon. Babylon is geen Babylon. Is met een V van Fitz. Babylon. Ja, zo heet dat. Zonder meer. Een V of een B, dat maakt niet zoveel uit. Dat is echt heel erg. En wat wel mooi is, is dat jij en ik op onze leeftijd erachter komen. Wij zijn erachter, wij weten het. Gelukkig maar aan Serben, niet aan jou en mij, hè? Die beschermen nog steeds de waarheid van de geschiedenis. Ja. Want na de Berlijnse conventie is geschiedenis plagiaat. De Berlijnse conventie? Maar Serben, nou gedeeltelijk Russen, gedeeltelijk hè, beschermen dat. Wat is de Berlijnse conventie? De conventie, die heeft, heb je dat niet op school geleerd? Hier ik zat even, ik pak het er even bij. De geschiedenis gewoon een superplagiaat. Maar jullie hadden geen kans daarover te leren, wij wel. En we weten dat. Dat is jullie probleem. En dat is het probleem van nog het wereld nog. Oh, maar de wereld die komt er langzamerhand achter hoor. Ja, maar te langzaam. Nou, maar wist jij wat jij bijvoorbeeld niet weet, hè? Dat die Duitsers en Nederlanders en heel veel mensen zijn weggevlucht voor de pauze. En, pardon, wat laten we samen, alsjeblieft? Nou, er zijn heel veel mensen, Duitsers, Nederlanders. Duitsers, ja. Nederlanders, ook Engelse, Ieren. Mm-hmm. Ja, weggevlucht voor de pauze. Ja. Want de pauze is niet leuk, hè? Schotland en Ierland, natuurlijk. Ja. Dan zijn we weggevlucht. Alles te Duitsland. Maar toen zijn we dus weggevlucht naar Zuid-Afrika. En we zijn weggevlucht naar Noord-Amerika. En in Noord-Amerika, daar hebben wij dus gewoon echt een aantal koloniën weten te bouwen. Ja, we waren gewoon christelijk, geen gekke dingen. Maar gewoon christelijk. Hè? We gedroegen ons. Ja. En katholicisme was verboden. Wat bedoel je met wij? Nou, omdat ik die mensen die wegvluchten voor de paus, dat zie ik als mijn broeders en zusters. Want als je gaat over Afrika, dan heb ik meteen Belgen en Congo. Uh-huh. En weer een town van bruine mensen in Brussel. Hè? Uh-huh. En toen Brussel vandaag zegt dat wij fascisten zijn. Toen Brussel beslist. Uh-huh. Over mijn land en mijn volk, terwijl
miljoenen van Congolese mensen vermoord. En nog mensen down van gemaakt bestaan ook de foto's. Hè? Die Brussel beslist over jou en mij. Hè? Nee, mooi niet. Nee, mooi niet. Over mij en over jou niet. We zijn anders. In ieder geval, het katholicisme was dus toen wij dus in Noord-Afrika. Jij, met wij bedoel ik jou ook, hè? Maar gewoon de niet-katholieken, de niet-globalisten, hè? De geen GMO-mensen. Ik hou niet van GMO's, ik hou niet van vaccinaties, ik hou niet van ziekenhuizen. Ja? Ik ook niet. Nee. Ja, gewoon wij dus. Wij hadden toen in Amerika 6 koloniën van de 7, maar in 6 koloniën was katholicisme absoluut verboden. Het mocht niet. Je mocht geen Maria mishouden. Flikker op. Jullie hadden ja? Hadden koloniën, wij nooit. We gingen mensen te leren. Nee, wij waren. Nee, het grootste. Die mensen die. Het grootste is. Ja. Nino. Wat, Nina? Nino Bello. Ja. Na hem komt Constantin. Hm. En daarna is Alexander de grootste. Ja, ja. En drie. Mm-hmm. En als je gaat naar de vlag kijken. Van Servië, hè? Nu bestaat geen Joegoslavië meer, jammer genoeg. Maar als je gaat naar de vlag van Servië kijken, je hebt op Cyrillica, dus onze letter, is geen Russische. Want onze is de meest intelligente schrijfletter ter wereld, heeft 28 letters. Staat SSSS. Betekent vier rivieren op één plekje. En weet je waar dat is geweest? Nou? Balkan. Oké. Nergens. En dat kan je moeilijk vinden. En dan noem het nog even die Nino. Nino Bello. Bello. Kijk, mooi Nino betekent dat. Nino Bello is grootste. En weet je wat heel erg is? Nino Bello is eerste. Die gaat van Balkan richting Syrië. China. Snap je? Ja. Pas 2000 jaar later. Constantin, je had geen internet, je had geen telefoon, je had geen mappen. Kon je niks aan doen, ja, ja. Dezelfde weg, pas 2000 later komt Alexander de Grote, ook geen internet, geen telefoon, dezelfde weg en terug. Dat is heel erg bijzonder, Bagdad. Je kent Bagdad als stad? Weet je, wat betekent dat? Nee, weet ik niet. God heeft je. Aha. Bak, daad is Serbisch. Dat heet Serbo Makerido. Oké. Ik geloof je hoor. Ja. Gewoon echt, dus, geen enkel probleem mee. Bak, daad, ook. Daad je, God heeft je. Is mijn taal. Ja. Dat is helemaal geen goed Arabisch of iets. Dat is taal waar. Ja. Is taal van mijn papa. Ja, precies, ja. Ja. Servische taal. Hartstikke zo simpel is dat. En dat vind je nergens, want dat is niet om te vinden. We waren begonnen met de. Praten ze proto-Srpski. Oké. In Malaya praten ze proto-Srpski, oude taal van mijn volk.
Daarom is Tibet ook zo beschermd. Je mag één keer per jaar daar komen, hè, een bepaalde periode. Want je gaat die land niet verpesten, hè. Als toerist, niet jij of ik, iemand. Het is beschermd. Ja. Mooi, mooi. En Tibet, wat betekent Tibet dan op z'n proto-Serbisch? Jij bent. Tibet. Ja, jij bent Tibet. Ja, maar dat lijkt een beetje op Sanskriet. Ja, Tibet. Ja. Prachtig, prachtig. Nou, ik weet zeker dat ik sta... Ja, maar weet je, ik wil je wel helpen, maar het is heel moeilijk tot de dingen te komen, snap je? Ik vind het gewoon, ik vind dat ik het hartstikke goed heb uitgelegd, wat er aan de hand is. En ik vind ook... Turken, hè? Ja, maar ik vind ook, daar gaan we nog een andere keer verder over hebben. Heb je want ik wilde... islam? Heb je islam, hè? Moussa. In islam, hè? Ja. Het is gewoon een Tromejewitsch Moussi. Het betekent Moussa. Ja. Want Nino... Ja. ...is... 1500 voor de Jezus. Jezus. Aha. Wat zeg je nou? Nog een keer. Ze hebben... Ja? 30 jaar, 40 jaar geleden... Ja? Duitsers... Ja? Beste tennisser ter wereld vermoord. En ze kwam uit Slovenië. Oh, hoe heet ze dus ook alweer? Help me nou, ik ben slecht met de taal... Met de namen, hè? Er is toch gebeurd op Wimbledon? Ik kom terug, ja. Oké, maar ik doe Claudia, blijf even hangen, niet ophangen. Maar ik doe even voor de luisteraar. Niet ophangen. Goed. Ik doe even de sound uit. Kwaliteiten is goed. Ja, dus even voor de luisteraars. Dit was Claudia Reltjes. Nee, maar je moet even niet mee naar de klote brengen, hè? Nee. Beste luisteraars. Dus tussen jou en mij en... Ja. Precies. Dit was Perry Franciscus Martinez Winkel. Ja, in gesprek met Claudia Reltjes. En die kan je ook vinden... Kijken, want ik ben boos op mijzelf. Ja. Maar ik heb zoveel problemen met namen, hè. Oh. Hoe heet... Tukkij. Ja. Nou, beste luisteraar, dit was hem. Slovenska... Nou, Claudia is nog bezig, mensen. Dus... Check. Ja. Oké, ik ga het afsluiten met Claudia. En voor jullie allemaal, tot ziens. Lieverds, dag.